hoog, heel hoog in de bergen van de planeet Eternia, staat een rots. Die rots heet Snake Mountain. Snake Mountain is het hoofdkwartier van Skeletor, de leider van de kwade machten van Eternia. Skeletor wil de macht over Eternia krijgen. Maar daarvoor moet hij eerst Castle Grayskull veroveren. Castle Grayskull is de burcht van de goede van Eternia. In de kelders van het machtige kasteel ligt de sleutel tot de macht over Eternia. Die sleutel wordt er bewaakt door Zoar, de tovenares van de goede. Maar Zoar kan alleen in de gedaante van een adelaar verschijnen. En daarom geeft ze de verdediging van Castle Grayskull in handen van prins Adam, de zoon van de koning van Eternia. Zoar geeft prins Adam een machtig toverzwaard. Als hij dat zwaard trekt en dan de toverformule uitspreekt, verandert die lieve, zachtaardige prins Adam in He-Man, de sterkste der sterken. Die toverformule luidt: bij de macht van Grayskull, ik heb de kracht. Alleen weet bijna niemand dat He-Man in feite prins Adam is. Ook Skeletor weet dat niet. Daarom wordt hij steeds opnieuw verrast door de plotselinge verschijning van He-Man, die zijn vrede plannen altijd in de war stuurt. Skeletor zingt nu op wraak. In een van de torenkamers van Snake Mountain zit hij samen met Beastman, een van zijn wreedste krijgers, een plan uit te broeden om Castle Grayskull te veroveren. Nee, Beastman, we kunnen niet wachten tot morgen. Ik wil Castle Grayskull vandaag nog in handen hebben. Nou, Skeletor, dat is toch eenvoudig? We gaan naar Castle Grayskull, beuken de poort in, nemen He-Man gevangen en we zijn klaar. Nee, Beastman, zo eenvoudig is dat niet. Vaak heb ik geprobeerd om Castle Grayskull te veroveren, maar steeds opnieuw worden mijn plannen gedwarsboomd door He-Man, die steeds als uit het niets tevoorschijn komt. Is die He-Man dan zo sterk, Skeletor? Heel sterk, Beastman, heel sterk. Zijn zwaard slaat overal doorheen en zijn schild is ondoordringbaar. Kom, kom. Met z'n tweeën kunnen we He-Man toch wel de baas? Misschien wel, Beastman. Misschien wel. Maar He-Man staat niet alleen. Hij heeft nog heel wat sterke krijgers aan zijn zijde. Oh ja? Wie dan wel? Nou, er is die Man-at-Arms. Hij is de leermeester van prins Adam, dat zoontje van de koning. Maar hij maakt ook alle wapens van He-Man en staat altijd aan zijn zijde in de strijd. Man-at-Arms. Rare naam is dat. En zijn er nog krijgers? Ja. Er is ook nog Orko. Een klein kereltje. Als je twee keer blaast, zie je hem nooit meer terug. Zo, dat is er ook weer opgelost. Was dat maar waar. Die vervelende Orko kan toveren en vliegen. En voor je het weet staat hij achter je. De vliegende Orko. Samen met Man at Arms een wapensmid. Dat lijkt me makkelijk. Misschien, maar vergeet Teela niet. Teela? Een vrouw? Kom, Skeletor. Wij zijn toch niet bang voor een vrouw? Teela is niet zomaar een vrouw, Beastman. Ze is de dochter van Man at Arms en kan vechten als de beste krijger. En prins Adam, ben je die niet vergeten? Wie? Prins Adam. Nee, voor hem hoeven we niet bang te zijn. Als we straks Castle Grayskull aanvallen, kruipt die weg in het kleinste hoekje. Wees daar maar zeker van. Prins Adam is bang voor ons. Zeg, Skeletor, ja? Eerlijk. Wij met z'n tweetjes kunnen die krijgers van het goede toch verslaan. Weet je wat? Wij gaan nu naar Castle Grayskull. Ik beuk de poort in, blaas Orko weg, maak een praatje met Man at Arms en ondertussen neem jij He-Man gevangen. Nee, Beastman, nee. Een verrassingsaanval is uitgesloten.
Zoar, de tovenares van de koning, zal ons zeker zien aankomen en dan Man-at-Arms waarschuwen. Maar Zoar kan toch alleen in de gedaante van een adelaar verschijnen? Dat weet ik, Beastman, maar Zoar kan ook binnendringen in de gedachten van Man-at-Arms en hem zo alles vertellen. En als Man-at-Arms het weet, dan weet He-Man het ook. Ja, dat is vervelend. Precies. We moeten dus een slim plannetje bedenken om Castle Grayskull aan te vallen en te veroveren. Een plannetje? Ja. Daarvoor moeten we Too Bad hebben, de krijger met de twee hoofden. Hij is heel erg goed in het bedenken van gemene plannetjes. Too Bad. Natuurlijk, hoe kon ik die vergeten? Waar is die trouwens? Hij komt er zo aan. Hij is met Panther, je vechttijger, aan het spelen. Spelen? Daar is nu geen tijd voor. We moeten Castle Grayskull vandaag nog veroveren. Ga Too Bad halen. Hoeft niet, Skeletor. Hier zijn we al. En we hebben Panther ook meegebracht. Rustig, Panther, rustig. Zometeen gaan we Castle Grayskull aanvallen. En dan kun jij afrekenen met Battlecat, de vechttijger van He-Man. Wat hoor ik? Gaan we Castle Grayskull aanvallen? Een goed idee, Skeletor. En hoe wil je dat doen? Daar hebben we jullie net voor nodig. We moeten een slim plannetje bedenken. Een plannetje, Skeletor? Ik heb trein. Jij een plannetje, Beastman? Dat zou me verwonderen. Nou, vooruit laat horen. Kijk, jij en Too Bad gaan naar Castle Grayskull. Jullie lokken He-Man met een smoesje uit het kasteel. En zodra He-Man weg is, beuk ik de poort in en steel het geheim van Eternia. Zo, en welk smoesje wil jij dan wel gebruiken? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen bijvoorbeeld... Zie je nou wel, het is niet zo eenvoudig. Nee, we moeten iets anders verzinnen. Iets waarmee we Castle Grayskull op afstand kunnen aanvallen. Oh... Je bedoelt een soort wapen of zo? Juist, dat bedoel ik. Maar wil dat dan zeggen dat ik de poort niet meer mag inbeuken? Natuurlijk niet, Beastman. We zullen ervoor zorgen dat de poort van Castle Grayskull overeind blijft staan, zodat jij die kunt inbeuken. Goed, Beastman. Bedankt, Skeletor. Bedankt. Een wapen, zei je? We denken dat we iets hebben. Echt waar, Too Bad? Hebben jullie een idee? Vooruit, laat horen. Skeletor, we kunnen er nu weinig over vertellen. We zijn er nog volop mee bezig in het laboratorium onderaan Snake Mountain. Is het een machtig wapen, Too Bad? Heel machtig, Skeletor. Heel machtig. Mooi zo. Ik wil het nu meteen zien. Kom. We gaan naar het laboratorium. Ja, wij gaan naar het laboratorium van Too Bad. En Panther blijft hier om de wacht te houden. Niet waar, Panther? En terwijl Skeletor, Beastman en Too Bad afdalen naar het laboratorium onderaan Snake Mountain, zit verder vandaan Prins Adam en zijn kat Kringer in de tuin van Castle Grayskull te genieten van het zonnetje. Hé, hey, kleine poes, heb je het lekker warm? Ja, dus. Goedemorgen, Prins Adam. Hé, hey, Orko, ook een goeiemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja hoor, dank je. En jij? Oh, Orko... Nu het de laatste tijd zo rustig is op Eternia, slaap ik als een roos. Ja, dat is waar. Skeletor laat niets meer van zich horen. Misschien is hij wel met vakantie. Nee, Orko. De leider van de kwade machten gaat nooit met vakantie. Hij zal niet rusten voor hij de macht over Eternia heeft veroverd. Gemeen van Skeletor. Waarom laat hij ons niet met rust? Dat moet je hem vragen, Orko. Hem vragen? Ik denk er niet aan.
Ik weet trouwens niet eens waar hij woont. Oh, maar dat kan ik je wel vertellen. Oh. Skeletor woont in Snake Mountain, de slangenberg. Zijn akelige hoofdkwartier, hoog in de bergen. Snake Mountain, mm-hmm. Een akelige naam. Woont hij daar alleen? Nee hoor, alle krijgers van het kwaad wonen er ook. Too Bad en Beastman en Snakeman. Nee, laat maar. Oh. Ik wil er niks meer over horen. Die krijgers van het kwaad, ik vind ze allemaal maar eng. Kom nou, Orko. Zolang ze in Snake Mountain blijven, is er niets aan de hand. Dan kunnen wij hier rustig van het zonnetje genieten. Ja, zolang ze daar blijven, ja. Maar wat als ze nou hier komen om ons aan te vallen? Nou, dan verdedigen we ons. Wat? Wij? Met z'n tweeën? Ja. Tegen die Skeletor en de machten van het kwaad? Ja, natuurlijk. Hé, stil is. Stil is. Hé, wat hoor ik? Het lijkt wel een specht. Nee, dat is geen specht. Prins Adam, dat zijn mijn tanden die klapperen. Oh, ben je bang? Je hoeft helemaal niet bang te zijn. We zijn toch niet alleen? Nee. Man at Arms is er ook nog. En Tila. Ja. En He-Man. Juist, Orko. Ja. He-Man is er ook nog. Ja. Prins Adam. Ja, Orko. Waarom mag niemand weten dat jij He-Man bent? Ach, Orko. Het belangrijkste is dat Castle Grayskull verdedigd wordt tegen de aanvallen van de machten van het kwaad. Wie dat verdedigt is niet belangrijk. Toen Zoar me het machtige toverzwaard gaf, heb ik trouwens moeten beloven het nooit aan iemand te vertellen. Alleen jij en Man at Arms mogen het weten. Niemand anders. En zeker Skeletor niet. Dat begrijp ik, prins Adam. Ik zal nooit vertellen wie He-Man eigenlijk is. Zo? Hebben jullie het over He-Man? Huh? Tila! Goedemorgen. Ja, we hadden het net over He-Man. Aha. Goedemorgen, Tila. We zeiden net dat het lang geleden was dat we He-Man nog gezien hadden, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Zolang Skeletor wegblijft, krijgen we He-Man ook niet te zien. Nee. He-Man verschijnt alleen als er gevaar dreigt. Als Castle Grayskull verdedigd moet worden. Ja. Want in verdedigen ben jij niet zo goed, hè, prins Adam? Nee. Wat dat betreft is He-Man wel een stuk sterker dan ik. Ja. Ja, dat dacht ik ook, ja. Oh, kijk. Daar komt Man at Arms. Oh. Hallo iedereen. Ik zocht jullie. Ik ben bezig met een nieuw wapen. En daarvoor moet ik een boom omhakken in het bos. Komen jullie een handje helpen? Natuurlijk, Man at Arms. We komen eraan. En prins Adam, Tila, Orko en Man at Arms verdwijnen naar het bos. Ondertussen zijn Skeletor, Beastman en Too Bad op weg naar het laboratorium onderaan Snake Mountain. Zo, we zijn er bijna. Au, kijk uit, idioot. Je trapt op mijn tenen. Oh, neem me niet kwalijk, Skeletor. Maar het is hier ook zo donker. Mag ik de fakkel even van je, Too Bad? Hier heb je de fakkel, Beastman. Het is trouwens niet zo ver meer. De volgende gang rechts en dan de eerste deur links. En dan zijn we er. Ja, even de sleutel zoeken. Zo, dit is ons laboratorium. Wat een stank, zeg. En wat een verzameling potten en pannen. Hey, Too Bad. Wat is dit hier? Voorzichtig, Beastman. Niet van drinken. Dit is een onzichtbaarheidsdrankje. Een onzichtbaarheidsdrankje? Bedoel je als je daarvan drinkt, dat je dan onzichtbaar wordt? Inderdaad, Skeletor. Dat is prachtig. Als we dat drinken, dan ziet He-Man ons helemaal niet aankomen. En dan kunnen we Castle Grayskull zo veroveren. En dan kan de onzichtbare Beastman de zichtbare poort inbeuken. Nee. Niet van drinken. Waarom niet? Dat we nog steeds geen drankje hebben gevonden
om weer zichtbaar te worden. Oh, goed. Nou, dan maar niet. En dit hier. Wat staat er op dit flesje? Vliegsiroop. Wat is dat? Siroop tegen de vliegen? Nee, ook niet van drinken. Nee, vliegsiroop is die tegen de vliegen. Als je daar een paar druppeltjes van drinkt, dan kun je vliegen. Vliegen. Eindelijk. Dan kunnen we Castle Grayskull vanuit de lucht aanvallen. Daar heb ik jaren op gewacht. Toe bed. Geef hier die fles. Nee, Skeletor. Niet aanraken. Waarom niet? Van vliegsiroop kun je wel vliegen. Maar je weet nooit hoe lang het duurt. Bedoel je dat je nooit weet wanneer de siroop uitgewerkt is? Precies. De eerste keer dat we het probeerden was de siroop net na het opstijgen weer uitgewerkt. Ja, toen zijn we zomaar in de brandnetels gevallen. Too bad, in de brandnetel. Kom, too bad. Laat nu eens jullie nieuwe wapens zien. Natuurlijk, Skeletor. Wat? Dit? Bedoel jij dat deze ijzeren buis het wapen is waarmee we Castle Grayskull moeten aanvallen? Ah, maar dit hoort er ook nog bij. Dat kleine flesje hier. En wat zit er in dat kleine flesje? Vloeibare bliksem. Vloeibare bliksem. Ja, kijk, ik zal het even uitleggen. Je neemt de ijzeren buis, ja. Doet een klepje open, giet er een beetje vloeibare bliksem in. En als je dan op dit kleine knopje duwt, dan schiet je de bliksem af. Een bliksem afschieten, maar dan is dit water. Een bliksemkanon. Ja, een bliksemkanon. Wij zijn onoverwinnelijk, eindelijk. Hiemen, je dagen zijn geteld. Wat grappig, een bliksemkanon. Hey, too bad. Mag ik het even proberen? Natuurlijk, Beastman. Maar als je hier maar geen bliksem afschiet. Nee hoor, ik wil alleen maar even zien hoe het werkt. Goed. Ik neem nu het bliksemkanon, open het klepje, giet er een beetje bliksemvloeistof in en druk op welk knopje toe bent. Op dit knopje, Beastman. Maar niet drukken, want anders... Nee, natuurlijk niet, hè. Zo, en nou even niet op dit knopje drukken. Kom! Idioot, je hebt mijn hele laboratorium aan diggelen geschoten. Neem me niet kwalijk, too bad. Ik had het helemaal niet zo bedoeld. Eindelijk wat een prachtig wapen, too bad. Een bliksemkanon. Wij zijn onoverwinnelijk. Too bad, is het bliksemkanon werkelijk onoverwinnelijk? Maar er is iets waar het bliksemkanon absoluut niet tegen kan. En wat is dat? Regen. Regen? Maar dat is toch helemaal niet erg? Het regent nooit op Eternia. Kom, we gaan naar Castle Grayskull. En vanavond... Vanavond ben ik de heerser van Eternia. Leve Skeletor! Leve de heerser van Eternia! En terwijl Skeletor en zijn krijgers van het kwaad op weg zijn naar Castle Grayskull, komen prins Adam en zijn vrienden in het bos aan.
Zo, hier zijn we. Eens even kijken, welke was het ook alweer? Oh ja, die boom is het. Ja, die grote. Geef me de bijl even, prins Adam. Alsjeblieft, Man-at-Arms. Bedankt, prins Adam. Nou, opgepast, jongens. Waar gaat hij? Man-at-Arms. Man-at-Arms, hoor je me? Ik ben het, Zoar. Het spijt me dat ik je moet onderbreken, Man-at-Arms. Maar er dreigt groot gevaar. Hé, hey, Man-at-Arms. Waarom stop je? Tja, waarom hak je die boom niet om? Ik wacht even. Daar schiet me net iets te binnen. Man-at-Arms, ik moet je waarschuwen. Skeletor is op weg naar Castle Grayskull. Samen met Beastman en Tobey. Ze hebben een machtig wapen bij zich, Man-at-Arms. Ga terug naar Castle Grayskull voor het te laat is. Haast je. Dag, Man-at-Arms. Dag. Kom, we moeten terug. We mogen hier niet langer blijven. Maar waarom? Ja, toe, Man-at-Arms. Laten we nog wat hier blijven. Dit is zo leuk in dit bos. Ja, ik vind het hier ook best leuk. Waarom is er opeens zo'n haast? En dat vertel ik jullie straks wel. We moeten terug naar Castle Grayskull voor het te laat is. Ja, maar... Prins Adam vergeet Gringer niet. Nee, natuurlijk niet. Kom, Gringer. Kom bij je baasje. Kom. Maar voor prins Adam en zijn vrienden is het te laat. Iets verderop verschijnen Skeletor en zijn krijgers bovenop een heuvel. Zo. Van hieruit moeten we Castle Grayskull kunnen zien. Nou, ik zie helemaal niks. Skeletor! Kijk, daar beneden in de vallei. Allemachtig. Daar gaan prins Adam met Man-at-Arms. Ze rennen in de richting van Castle Grayskull. En er is ook nog zo'n klein kereltje bij. Kijk, naast prins Adam. Ja, ja, dat is Orko, de tovenaar. En kijk, kijk, wat verderop loopt Teela. We hebben geen tijd meer te verliezen. We moeten ze voor zijn. Als we ze bij de brug over de rivier de pas kunnen afsnijden, ligt Castle Grayskull zo voor het grijpen. Kom mee. Kijk, daarboven op de heuvel. Skeletor en Beastman en Two-Bad. Ze lopen in de richting van Castle Grayskull. Prins Adam, ik denk dat... Ik weet het, Man-at-Arms. Het is de hoogste tijd. Kom, Kringer, kom. Tot straks, Man-at-Arms. Oh, ja, tot straks, prins Adam. Ondertussen lopen wij door. Oh, kijk, er dreigt gevaar en prins Adam kreeg er weer tussenuit. Hij houdt zich lekker schuin in de bossen. Nee, Teela, niet omkijken. We moeten ons haasten. Ja. We moeten de brug over zijn voordat Skeletor die bereikt. Goed zo, Kringer. Kom, achter deze boom kan niemand ons zien. Klaar, Kringer? Goed zo. Ik trek het zwaard en zeg de toverformule. Bij de macht van Grayskull, ik heb de kracht. Kom, Battlecat. We moeten onze vrienden redden. Oh, kijk, daar is He-Man. We zijn gered. Kom, iedereen, op Battlecat. We moeten voor Skeletor bij de brug zijn. Ja. Sneller, Battlecat, sneller. Skeletor, kijk. Nee, daar is He-Man weer op Battlecat. Ze rennen in de richting van de brug. Vlucht, Two-Bad, het bliksemkanon. Daar gaat die Skeletor. Verduiveld, de bliksem ketst af op het schild van He-Man. Geef hier dat bliksemkanon. Ik zal zelf wel afrekenen met He-Man. Dat schild van He-Man is werkelijk ondoordringbaar. We moeten iets anders proberen. De brug, Skeletor! De brug! Natuurlijk de brug! Als we die kunnen vernietigen, zitten He-Man en zijn vrienden als ratten in de val. Zo. Even goed mikken. En daar gaat hij! Oei, Skeletor. Wat een prachtig schot. De brug brandt als een fakkel. Ik ben benieuwd wat He-Man nu zal doen. He-Man, kijk! Ze hebben de brug vernield. We zitten in de val. Nee, nog niet. We geven ons nog niet gewonnen. Battlecat, hou je klaar voor de sprong. Huh? He-Man, we gaan toch niet over de rivier springen, hè? Natuurlijk, Orko. Zet je schrap, hier gaan we. Klaar, Battlecat. En nu! Skeletor, kijk!
Ze springen over de rivier. Die He-Man zal ik dan nooit van hem kunnen winnen. Ik moet me wreken. Ik zal die brug helemaal vernietigen. Kijk, nou hebben ze de brug helemaal in brand geschoten. We moeten de brug redden. Maar hoe kunnen we dat doen? Wacht even. Ik heb wat. Echt waar, Arco? Nou vooruit, waar wacht je op? Nou, ik in karabimbambom. Arco, dit is nu niet het moment om een gedichtje op te zeggen. Nee, dat is geen gedichtje, He-Man. Dat is een toverspreuk. Een toverspreuk? Ja. Wacht nou maar. Regen. Prachtig, Arco. Dat is net wat we nodig hebben om de brand te blussen. Regen. Verduiveld, dat kunnen we missen als kiespijn. Nee, dat niet. Waarom, Too Bad? Kun je niet tegen een beetje regen? Wij wel, maar het bliksem kan wel niet. Kijk, het smelt. Daar gaat ons machtig wapen. He-Man heeft weer gewonnen. Kom, we gaan terug naar Snake Mountain. We komen een andere keer wel terug. Ik kreeg je nog wel, He-Man! Zo, die heeft zijn lesje geleerd. Dat was een prachtige vondst, Orko. Gefeliciteerd. Nou, laat dat nu maar ophouden met regenen. Dat kan ik niet. Dat kan je niet? Waarom niet? Ik ben de toverformule vergeten. Die Orko! En hoe lang blijft het nu regenen? Oh, niet zo lang. Een maand ongeveer. Een maand? Ja, het spijt me met het arms. Orko de grote tovenaar. Kom vrienden, we gaan schuilen in Castle Grayskull. Huh? We komen op een andere keer wel terug om de brug te herstellen. En zo keerde He-Man en zijn vrienden terug naar Castle Grayskull, om er te genieten van een welverdiende rust.